Kan jij deze video sneller liken dan dat ik wakker word? Hey! Vandaag blijf ik gamen tot ik in slaap val. Dat betekent heel erg veel Roblox en vooral ook een beetje Roblox. In deze video zitten 6 geheime woorden verstopt. Kan jij ze vinden? Laat ze dan in de reacties achter. Het woord is taco! Bob, de video is nog niet begonnen. Weet je, let's go. Het is een treurig moment. Ik verlaat Brooke even... Maar niet voor altijd. Ik ga namelijk kamperen. Let's go! Oh ja, voor ik het vergeet. Kleine rondleiding. Dit is hoe de soort van caravan eruit ziet. En nu kunnen we gaan. Het leek me gewoon een leuk idee om de stad eens een keer te verlaten. En een mooi plekje op te zoeken om mijn tent op te zetten. Ik rij nu al eventjes. En ik begin Brookhaven toch al een beetje te missen. Wacht eens even, staat daar nou iemand? Momentje hoor, volgens de navigatie ben ik er bijna, maar dit huisje lijkt wel verlaten. Hallo, is er iets? Oh, nee hoor. Oh, oké, het leek even alsof je me om hulp wou vragen. Nee, natuurlijk niet. Ik ben gewoon lekker aan het sporten. Oké, ga je gang. Ik heb hem nog nooit eerder gezien in de stad van Brookhaven. Ik ben zo'n beetje om heel Brookhaven heen gereden, maar ik ben er eindelijk. Het is al donker en ook best wel koud. Laten we het kampvuurtje aanzetten. Ik denk dat het vanavond gaat regenen, dus ik zet mijn tentje onder de boom. Neer. En ik moet zeggen, ligt best wel lekker. Oké, ik... Oeh, ik heb eigenlijk best wel een beetje trek. Eens even kijken. Oh man, ik ben zo gehaast vertrokken. Ik heb helemaal geen eten meegenomen. Geen probleem. Ik bestel gewoon een pizza. Goedenavond, wat is uw bestelling? Ja, goedendag. Doe mij maar 1 pizza margarita. Oké. Ja, nee, komt eraan. Dankjewel. Dat klonk raar. Laat ik anders alvast de tent dichtritsen voordat ik... Wat is dat? Pizza-bezorger is er nu al. Jij had een pizza besteld. Ja, dat klopt. Dank je wel. Wacht, ken ik jou niet ergens van? Ken je mij? Nee joh, ik heb jou nog nooit gezien. Oké. Prima, ik bedoel... Boeien. Hebben jullie dat nooit gehad? Dat je 2 keer dezelfde persoon lijkt tegen te komen? Maar dat het dan toch 2 keer iemand anders is? Ach ja, zal wel. Het wordt al laat. Misschien kan ik beter een dutje doen. Wow, dat leek van de berg te komen. Oké, wacht even. Even snel mijn zaklamp halen. Volgens mij lag hij hier. Hé, ik moet zeggen, ik ben dan wel moe. Maar een beetje avontuur kan geen kwaad. Ik had betere schoenen mee moeten nemen. Come on. Maar nu vraag ik me toch af. Waar kwam dat gegil vandaan? Wacht. Hè? Oh, er ligt daar iemand. Oh, ik moet voorzichtig zijn. Het is heel stel. Hallo? Gaat het wel? Ik ben uitgegleden. Momentje, ik help je. Oké, voorzichtig, voorzichtig. Hou vol, nog een klein stukje. 3, 2, 1. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik dacht dat niemand me ging horen. Hey, rustig. Hoe ben je daar überhaupt ingevallen? Ik was aan het wandelen. En ineens... Ineens wat? Een soort wolf. Wacht, een wolf? Ik weet het niet zeker, maar ik rende gelijk die kant op. Oké, weet je? Loop maar met me mee. Een wolf. Oké, ik heb de navigatie ingesteld. Ik zal je terug naar huis brengen. Dankjewel. Ik voel me al beter. Dit kan nog wel eens een lange rit worden. Ik ben nog steeds helemaal buiten de stad. Gelukkig is dit ding best wel snel, dus het zou op zich goed moeten komen. Oh man, ik kan niet meer. Ik heb bijna heel de nacht gereden. Maar volgens mij zijn we er. Ja, hier is het. Oké, eindelijk. Oh, gelukkig. Dankjewel dat je me hebt gered. Natuurlijk, graag gedaan. Oké, zie je het zo? Het is weer dag, dus we kunnen het gewoon opnieuw proberen. En weet je wat? Ik ga gewoon weer naar dezelfde plek. Ik ken de route inmiddels. Volgens mij heb ik extreem veel geluk. Ik heb duidelijk geen benzine meer, want ik krijg dit ding bijna niet vooruit. Maar volgens mij zijn we er net aangekomen. Dus ik heb eigenlijk ook geen benzine meer nodig. Wacht eens even. Wow. Wat is hier aan de hand? Hallo, agent? Wat doet hij nou? Wacht even, ik heb niks fout gedaan, toch? Oh, vertel, waarom ben je hier? Waarom ben ik hier? Ik wil kamperen. Ik ben hier gisteravond ook geweest. Waarom schrijf je dit op? Kan ik je niet vertellen. Kan je me niet vertellen? Luister, die roze tent die daar staat, die is letterlijk van mij. Die roze tent is Wacht, wat zei je? Gewoon, ik zeg dat die roze tent van mij... Wat doe je? Waarom sla je me in de boeien? Als dat jouw tent is, ben jij hier gisteravond geweest. Ja, luister, dat is wel zo. Maar ik heb niets anders gedaan dan bij het kampvuur zitten. Rustig blijven, oké. Loop maar even met me mee. Loop maar met je mee, maar... Hallo? Ik zit in de handboeien. Oké, gelukkig zijn mijn benen niet geboeid. Oh, ik snap er niks van. Luister, meneer de agent. Ik heb niets gedaan. Oh nee, verklaar dat dan. Waar heb je het over? Oh. Ik weet genoeg. Meekomen jij. Luister, ik kan je verzekeren dat... Ik heb hier niks mee te maken. Haal me uit de boeien en dan bewijs ik het. Oké, luister. Ik geef je 1 kans. Oké, dankjewel. Dat is ook... Thanks. Alles wat ik vraag. Kijk, ik heb hier mijn telefoon. Kijk, dit is een foto die ik net heb gemaakt. Kijk naar de tijd. Ik had een meisje gevonden die was gestruikeld. Ik heb haar thuis gebracht. En toen kwam ik hier omdat ik zin had om te kamperen. Ik ben hier sinds gisteren niet geweest. Laat me dat even opschrijven. Is er dan niets anders wat je hier in de buurt hebt gevonden? Bewijsmateriaal? Alleen een heleboel haar, maar ja, zal wel een kat zijn geweest. Wacht even, een heleboel haar? Dat meisje van eerder vertelde wel iets
over een wolf. Luister, misschien weet ik wat er is gebeurd. Ik moet er vandoor, ik stuur een andere agent. Oké, dan. Ik denk dat ik liever niet meer in die tent slaap. Oké, hij stuurt een andere agent. Dan zal ik in de tussentijd kijken of ik mijn camper misschien nog kan voorzien van brandstof. Misschien heb ik wel wat meegenomen. Oh, de andere agent is er al. Na. Oh, hey! Hey agent, ik heb net met je collega gesproken. Wacht eens even, herken ik jou? Ha, doe niet zo mal. Ik heb jou nog nooit gezien. Ik zal wel een beetje moe zijn. Dus jij bent hier om bewijs te verzamelen? Bewijs verzamelen? Ja. Oké, zal ik je anders helpen daarmee? Oké. Neem jij maar een kijkje op de berg, daar zo. Oké, prima. Hopelijk is er niet weer iemand uitgegleden. Ben ik de enige die... Ik weet niet. Het lijkt alsof ik vandaag elke keer dezelfde persoon tegenkom. Ik ben de hele tijd aan het zoeken, maar ik vind niks. Geen voetstappen. Het lijkt wel alsof hier al jaren niemand is geweest. En ik loop er al zo lang. Het is letterlijk volle maan. Misschien kan ik beter terug... Wat was dat? Ik vind het mooi geweest. Ik ga terug naar de agent. Ik heb niks kunnen vinden. Het is letterlijk middernacht. Sorry agent, ik heb helaas niets kunnen vinden. Ah, agent... Dude, no way! Oh, dat meisje van eerder had gelijk. Het was een wolf dat ze zag. En wacht eens even. Eerst was het een agent, toch? Volgens mij staat hij daar nog. Ja, hij staat er nog. Wacht eens even. Volgens mij weet hij niet meer waar ik ben. Oké, dat is perfect. Weet je, ik blijf hier gewoon. Ik heb namelijk altijd een extra slaapzak bij me. In de hoop dat hij me hier niet vindt. Oké, het is inmiddels even later. En ik hoor letterlijk al uren niks meer. De volle maan is al voorbij. Dus dat zou moeten betekenen dat de weerwolf er niet meer is. Toch? Oh, dit is zo fijn. Er is licht, warmte en een wc. Weet je, ik kan misschien toch beter proberen weg te rijden. Wacht eens even. Had jij pizza besteld? Het was een nachtmerrie. Ik droomde dat ik wou gaan kamperen. Er was een meisje gestruikeld. Even mijn handen wassen hoor. En voor ik het wist, bleek het een weerwolf te zijn. Wauw, je kunt vanaf hier perfect de volle maan zien. Ik moet zeggen, ik lust wel een bakje koffie. Wacht eens even. Eerlijk is eerlijk. Dat is een cool einde. Er rijdt daar een politieagent. En ik wil eigenlijk achter hem aanrijden. Ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Oh, hij is uitgestapt. Oké, hij staat daar. Het leek mij een grappig idee om te kijken wat de bewoners van Brookhaven doen op een dag. Oh, wat gaat hij doen? Hij praat met iemand anders. En wauw, hier is een undercover politieagent. En wacht even, de garage. Oh, net dicht. Wat gebeurt hier allemaal? We hebben een ambulance, een undercover agent. We zijn bezig met een geheime missie. Laat ons met rust. Een geheime missie? Oké, weet je wat ik gewoon probeer? Ik ga stiekem achterin zitten. Oh, hij is uitgestapt. Oh nee. Oké, sorry. Ik hou mijn handen al omhoog. Het spijt me. Laat ons met rust, zeg ik toch. Oké, ik ga snel deze auto in. Ik zit nu letterlijk naast iemand anders. Die volgens mij met dezelfde missie bezig is. Dus nu ga ik een soort van mee. Waar zijn ze mee bezig? Het was mijn bedoeling om gewoon te kijken wat de bewoners van Brookhaven doen. Niet om verstrikt te raken in een undercover actie. Oké, ze zijn bij het politiebureau. Oké, dit is een mooi moment om uit te stappen. En wacht eens even. Deze auto is leeg. Oh my gosh. Job, is het wel verstandig om een auto te stelen van een undercover agent? Is het handig om melk bij je ontbijtgranen te doen? Ja, nou dan is dit ook handig. Ik ben naar het huis gereden waar dit allemaal gaande was. En kijk wat er in de woonkamer staat. Ik heb die auto nog nooit gezien, maar de garage zit dicht. Oké, ik ga proberen naar binnen te glitchen. Misschien als ik hem wat meer hier neerleg. Let op. Ik ben letterlijk naar binnen geglitcht in het huis van een politieagent. En moet je dit zien? Ik zit er letterlijk in. Oké, laten we kijken waarom deze undercover missie hier net gaande was. Er moet toch iets zijn wat ze hier verborgen houden? Een auto als bed? Nee, dat kan het niet zijn. En deze kamer dan? Wauw. Oké, deze agent is in ieder geval fan van wc's. Nee, van auto's. Nee, maar dit is het niet. Wacht, misschien kan ik even in de la kijken of daar iets... Wat zijn dit? Een soort van aantekeningen. Wat staat er? Er staat een locatie op. Oké, de deur is nu ineens open, maar dat was die net niet. Oké, misschien kan ik er maar beter van doorgaan. Ik heb immers de aantekeningen. Ik ga naar de locatie toe en het leidt me naar dit huis hier. Wacht even, de deur is open en dit huis heeft ook helemaal geen buren. Het staat letterlijk in the middle of nowhere. Oké. Oeh, ze hebben een bubbelbad in de woonkamer. Nee, Job, hou je bij de les. Oké, we gaan naar boven toe. 4 bedden. Dan gaan we deze kant op en hebben we badkamer. Oeh, wacht, een computer. En toevallig staat er op deze notities een wachtwoord. Oké, ik tik het wachtwoord in... Wat is dat? Wacht, volgens mij ken ik die plek in Brookhaven. Laten we daar naartoe gaan. Dat is volgens mij in de buurt van de boerderij. Geen idee wat hier speelt. Maar volgens mij ben ik iets op het spoor. Het is ook gewoon middernacht. Het geheime woord is paard. Reageer paard als je de video nog steeds kijkt. Oké, dit is een beetje raar. Ik ben nog niet bij de boerderij. Maar ik kom dit huisje hier ineens tegen. En die heb ik nog nooit eerder in Brookhaven gezien. Het lijkt wel op een soort van bunker.
En het zit op slot. Oké, weet je wat? Het politiebureau. Het waren immers de politieagenten die ons wouden tegenhouden. Oké, de undercoveractie is nog steeds gaande. Ik verstop me snel hier in dit rare kleine huisje. Oké, het ziet er naar uit dat ze er vandoor gaan met z'n allen. Oh nee, voorzichtig, voorzichtig. Oké, dit is mijn moment. Snel. Oeh, ik ben binnen. Oké, maar nu is de vraag, waar moet ik zijn? Ik heb begrepen dat er ergens een ventilatie loopt. En volgens mij... Nice. Oké, we zitten in de ventilatie, maar de grote vraag is, wat nu? Oh nee, ik hoor iemand lopen. Oké, ik kan daar naar beneden, maar... Wacht eens even. Ik ben de muur ingelopen. Wacht even, is dit een soort van geheime... Ik heb een geheime kamer in Brookhaven gevonden. Oké, de kastjes zitten allemaal op slot. Wat hebben we hier liggen? Een foto? Iets in mij vertrouwt deze kamer niet. En dit kastje heeft ermee te maken, denk ik. Oh nee, ze zoeken naar me in de ventilatie. Oké, wacht. Ligt er misschien iets achter het kastje? Wat is dat? Ik heb een pasje gevonden. Het zat achter het kastje geplakt. Kijk. Oké, voordat de politie me vindt. Ik ga er snel weer van tussen. Oké, voorzichtig. En ik ben het bureau uit. Ik ben daar zo'n beetje heel de nacht geweest. Oh, laat ik dat pasje maar snel wegdoen voordat ze het zien. Zou dit iets te maken kunnen hebben met de undercover missie waar ze mee bezig zijn? Ik weet het niet. Maar misschien is dit wel het pasje waarmee we die bunker kunnen openen van net. Wat zou daarachter zitten? Moet ik vaker video's maken waarin ik geheime onderzoek in Brookhaven, zoals dat mysterieuze huisje daar? Reageer dan ja in de reacties. Iets in mij vindt dit best wel eng, maar ook heel erg spannend. Oké, volgens mij zijn we er weer. Kijk, hier hebben we alle zonnepanelen die Brookhaven van stroom voorzien. En als we dan van de weg afgaan, dan hebben we hier dus dat huisje waarvoor we hopelijk nu het juiste pasje hebben. 3, 2, 1. Oh my gosh, wat is dit? Dit meen je niet. Deze hendels hebben denk ik te maken met het stroom in Brookhaven. Dus als we die omzetten valt alle stroom in de stad uit. Maar wacht eens even, wat is dit hier? Ik kan erop klikken, maar dan gebeurt er niks. Wacht, misschien als ik klik met het pasje. Ah, waarom is mijn scherm zo wazig? Oh, wow. De lucht is oranje en er is zoveel mist. No way. Ik ben nu een undercover agent. Dat is wat we net hebben gedaan. We zijn een soort van testronde doorlopen. En dat is hoe mensen aan geheime missies mogen meewerken in Brookhaven. Met andere woorden, we gaan verder waar ik in deze video origineel mee bezig wou. Namelijk mensen een beetje bespioneren. Op naar het eerste huis. De truc is natuurlijk dat mensen niet doorhebben dat wij er zijn. Oké. Zoals het er nu naar uitziet, is hier niemand. Ik kan even naar boven lopen. Oh, daar is iemand. Ik zag daar iemand. Oké, we moeten er dus voor zorgen dat ze het niet doorheeft. Ze is letterlijk een baby aan het verschonen of zo. Oké, voorzichtig. Oeh, is het niet grappig dat we haar een cadeautje geven? Oké, voorzichtig. Heeft ze het door? Misschien als ik heel snel ben. Oké, weet je, ik ga er gewoon naartoe. Oh, man. Nee, rustig. Sorry. Oh, ik moet me verstoppen. Oh, nee. Oeh, hier naar boven. Goeie verstopplek. Hierachter, perfect. Ja, perfect. Oké, volgens mij heeft ze het niet door. Ze heeft me wel gezien. Kijk, ze staat daar. En volgens mij is ze me aan het zoeken. Oh, ze komt weer naar boven. Oké, weet je wat? We geven haar het cadeautje gewoon. Oh. En ze is er vandoor. Als ze terugkomt, staat er op tafel een cadeautje. Ik hoorde haar net zeggen dat deze deur niet meer goed sloot. Dus... die is ook weer gemaakt. Het gras in haar voortuin is gemaaid. Heel het huis is gestofzuigd. En heel de kamer is gedweld. Oké, ik heb mijn normale outfit weer aan. En wat we nu gaan doen, is stiekem kijken wat er in al deze Brookhaven pakketjes zit. Alleen daarvoor moeten we hier natuurlijk wel eerst werken. Oké, het eerste doosje. Wat zit erin? Oh, een camera. Oké, moet ik een Brookhaven vlog maken? Laat het weten. En dan ligt hier nog een doos. Wat zit daarin? Een nelpaardknuffel? Oké, laten we deze hier checken. Wat zit daarin? Is dat niet zo'n verkeersding? Oké, weet je wat? Dan gaan we nu voor de laatste doos. Laten we deze hier pakken. Wat is dit? Het is een papiertje met een huisnummer erop. Oké. Laten we daar naartoe gaan. Oké, volgens mij ben ik er. Het zou hier moeten zijn. De deur is open. Oké, er zou dus iets met dit huis zijn. Wacht, ik ben hier eerder geweest vandaag. Alleen ben ik nog niet beneden geweest. Oeh. Ze hebben een ondergrondse bibliotheek. Dit doet mij altijd denken aan zo'n kamer met een geheime opening. Je hebt dat toch ooit wel eens gezien in een cartoon of zo? Dat er dan zo'n boekenkast aan de kant schuift. Zal ik even rondkijken? Ik ben eigenlijk gewoon op zoek naar iets bij deze boekenkasten wat er anders uitziet dan bij de andere. Sorry dat ik zo moeilijk kijk. Dat is de manier hoe ik observeer. Oké, om eerlijk te zijn, ik zie niks. Misschien is er niks. Wacht eens even, waarom kan ik door deze boekenkast heen lopen? Ik zit letterlijk in de boekenkast. Dat kan bij deze niet. Ik ben even aan het checken of het bij een andere boekenkast ook nog gebeurt. Wat is dit? Is dat... Oh nee, wacht. Sorry, ik wachtte te lang. Wat is dit? Kunnen we hier naar beneden? No way. We hebben letterlijk een geheime vergaderzaal gevonden. En er ligt een boek. Oké, wacht. Voordat ik dat...
Man, dit is het gaafste huis in Brookhaven. Je hebt gewoon een geheime kamer. Maar kunnen we dit boek oppakken? Er staat een verhaal in over de eerste bewoner van Brookhaven. Moet ik daar meer over vertellen? Reageer dan boek in de reacties. Druk op de knop, ik ga naar buiten en er is geen geheime kamer te bekennen. Roblox, maar elke seconde worden wij een stukje breder. Alsof we naar de sportschool gaan. Oh man, en je ziet het nu al, vooral als ik het een beetje versnel, dat we letterlijk elke seconde breder worden. Ja, maar Job, waarom wil je dat? Ja, ik weet het niet, oké? Waarom is de aarde rond? Ik weet het niet. Oké, dus elke seconde breder. Oh man, het ziet er nu letterlijk al uit alsof ik iedereen een lesje ga leren. Ah, ik zie het al. En we hebben 100 breedte nodig om naar de nieuwe area te kunnen. Oké, ik heb iets aangezet waarmee ik in ieder geval sneller kan rennen. We moeten nog 20 seconden wachten. Oké, perfect. We hebben officieel de 100 bereikt. En dat betekent... Let's go. De nieuwe area. Ik vraag me alleen wel af. Is er ook een andere manier om sneller breed te worden? Behalve wachten. 2 keer zo breed worden. Oké, dus als het goed is, gaat het nu 2 keer zo snel. Volgens mij hebben we onze missie behaald. We zijn super breed. Roblox, maar elke seconde word je sterker. Je ziet het in beeld staan. We worden elke seconde sterker. En volgens mij kunnen we dat ook opnemen tegen noobs. Kom hier, jij. Oh, oké. Oh, auw. Dat is een sterke noob. Alleen gaan we dat ook in ons uiterlijk zien? Volgens mij wel. Ik kan in 1 keer 1000 erbij kopen. Laten we dat gewoon proberen. Oké, dus volgens mij, als we het dan nu opnemen tegen die noob... No way! We zijn nu letterlijk super sterk. Ik vind het alleen wel jammer dat we het niet aan ons uiterlijk zien. Dat was eigenlijk nog leuker geweest. Maar ik klaag niet. Ik bedoel, kom op. Ik kan naar een noob toe lopen. Super grappig. Zullen we gewoon kijken of we ergens naar binnen kunnen? Aan de kant, dat is mijn deur. Ik heb wel de deur eruit gemapt. Wacht even, kan ik gewoon deuren mappen en zo? Oh, dat kan. Ik hou ervan, want ik hou niet van deuren. Oeh, deze dude is... Wacht even, vriend. We kunnen 1000, 2000, 5000 en 10.000 kracht erbij halen. We hebben net 1000 gehaald, dus nu halen we 2000. Oeh, en wacht even. Je kunt nieuwe bokshandschoenen krijgen als je meer spelers inmaakt. Dus we moeten 50 spelers inmaken als we de... Sorry, als we de blauwe willen. Aan de kant jij. Ik vind je shirt niet mooi. Ik vind je broek niet mooi. Ik vind je kat niet mooi. Ook al heb je een hond. Wacht even, er is hier letterlijk een plank die ons het huis inleidt. Oh, en die dude heeft niks door. Oh, auw! We kunnen spelers inmaken? Sorry noob, maar ik heb er echt zin in. Oh, maar wacht even. Die speler daar, die ziet er extreem sterk uit. Wacht, ik kan wel proberen om hem in te maken. Come on, come... En dat was wel makkelijker dan ik dacht. Hij had allemaal elektrische dingen om hem heen. Wacht even, gaat hij me terugpakken? Hij is bang voor mij, loopt weg. Oké, dus ik begin het spel nu een beetje te begrijpen. Noobs, die zijn makkelijk in te maken. Ik bedoel letterlijk, 1 box en ze zijn weg. Maar je hebt dus ook een soort van eindbazen. Zoals bijvoorbeeld hier in deze grote glazen box. Daar zie ik een mega noob staan. Dus weet je wat, het is tijd voor niet de 1000, niet de 2000, maar de 5000. Super uber kracht. Ja, dat klonk niet echt cool. Oké, de vraag is, kunnen we gewoon door deze deur heen breken? Ja, dat kan. Kom maar hier, vriend. Jij hebt mijn broodje gegeten. Ik eet jouw leven. Tch. Ja, dat was niet echt leuk. Oh, wacht, deze dude is weer terug. Oh, ik ga hem verslaan. Kom op man, er is geen uitdaging. Oeh, maar we hebben nu blauwe handschoenen. Oké, dat is chill. Aan de kant deur. Dankjewel. En nog steeds worden we elke seconde sterker. En dat merken vooral de noobs in dit spel. Alleen de noobs eigenlijk. Ik zie daar een piratenschip. Nu ben ik benieuwd. Zijn die dan ook echt sterker? Oh. Oh, dit zijn piraten. We nemen het op tegen de piraten. Kom op. Oh. Dit is makkelijker dan ik dacht. Ik stop pas wanneer ik word ingemaakt. Doei piraat. Doei piraat. Oh. Oh, dankjewel. Dude, dit is een eitje. Oké, misschien ook niet. Elke seconde sneller of elke seconde sterker. Wat zou jij willen? Laat het weten. In dit spel zouden wij super lange benen... Oh my gosh. We hebben 1 superlang been. Dus we moeten alles via de zijkant doen. Oh, maar dat is lastig. Oké, dus je wil zeggen dat als we ergens overheen willen... dan moeten we letterlijk rekening houden met het feit dat 1 been 100 keer langer is dan de rest. Hier moeten we hierop springen. Oh man. Ah, kijk, dat is perfect. Oeh. Dus in sommige gevallen kun je wel je lange been gebruiken. Oké, voorzichtig. Oh man. Check de... Wacht, wat? Mijn lange been is zeker laserproof. Ja, dat is die. Oh, dat is perfect. Oké, nice. Dat was alleen nog maar de tutorial. Nu wordt het serieus. Oké, dus het komt erop neer. We hebben 1 superlang been. Ik weet het, het klinkt raar. En die kunnen we dus eigenlijk niet gebruiken. Dus we moeten heel voorzichtig zijn. Soms wel, maar meestal dus niet. Meestal werkt het juist tegen en zorgt het ervoor dat we naar beneden kunnen vallen. Het ziet er zo raar uit. Wat is dit voor hobby? Belangrijker nog, waarom speel ik het? Oké, ik moet zeggen, ik hou er altijd wel van als Roblox andere dingen probeert dan gewoon de basic hobby's die we gewend zijn. En eigenlijk is het best wel vermakelijk. Oké, voorzichtig. Hoe gaan we dit doen? Ah, wacht. Volgens mij ging dat zo. Toch? Ja, kablam. Nou, hier moeten we gewoon weer uitkijken voor ons veel te lange, irritante been. Ik vraag me af, wat als allebei onze benen zo lang zijn in dit spel? Kunnen we dat dan überhaupt nog wel spelen? Zou jij liever mega lange benen of mega lange armen willen? Als je mega lange benen hebt, dan ben je heel lang. Als je mega lange armen hebt... Huh? Mijn benen zijn weer normaal. Oeh, maar wacht. Oh nee, laat maar. Ik dacht dat ze normaal waren, maar dat heb ik verkeerd gezien. Nee, ik zou liever mega lange armen willen hebben, omdat je dan gewoon alles kunt aan... pakken. Of eigenlijk, als je er zo over nadenkt, het hebben van lange benen is dan hetzelfde, want dan ben je gewoon hoger en dan kun je ook overal bij. Nu wordt het serieus wat lastig. Maar ik wil eigenlijk weten of er nu ook een game is met lange armen en die wil ik dan ook spelen. En ja, er is zeker een hobby waarbij je ook... Oh,
Sorry dat ik je aanraak. Mijn arm is te lang. Waarbij je ook een mega lange arm hebt. Ik denk alleen wel dat dit een stukje makkelijker is. Omdat je nu eigenlijk alleen maar rekening moet houden met wat er voor je is. Wacht even, hoe moet ik dit nou weer doen? Ah, wacht. Oh, dat is zo chill. We gaan nu letterlijk onze lange arm gebruiken om bijvoorbeeld een trap op te komen. Oké, dit vind ik echt super grappig. Oké, dus hier hetzelfde, denk ik. Oh, oké, ik moet wel zeggen, het begint nu al wel een beetje lastig te zijn. Misschien heb ik het onderschat. Maar het gaat goed. Oké, dus mijn lange arm die houdt mij als het ware vast. Dan moet ik nu deze kant op. Loop ik hier overheen. Deze kant op. Oké, voorzichtig. Wacht, wat? Ah, wacht even. Er zijn dus blokken waarbij je het niet kunt doen. En daar moet ik nu rekening mee houden. Dat zijn de doorzichtige blokken. Geen probleem. Ik ben een professional. Oké, dat neem ik terug. Oké, voorzichtig. Oh, doe het. Ik heb de langste arm ter wereld. Oh, laat maar. Ik bedoel, er zou wel echt een wereldrecord moeten bestaan, toch? Van iemand met de langste arm ter wereld. Oh my gosh, wacht even. Ik mag natuurlijk ook dat rode niet aanraken, of wel? Oh, jawel. Ik mag zelf het rode met mijn arm aanraken, maar niet waarschijnlijk met de rest van mijn lichaam. Oké, voorzichtig. Jongens, aan de kant. Er komt een mega arm aan. Oké, dit ziet er makkelijk uit. Of mogen we die niet aanraken? Oké, dus ik begin het nu een beetje te snappen. Het rode mogen we niet aanraken met ons lichaam. En het donkergrijze mogen we niet aanraken met ons arm. Ja, maar Job, je arm is toch je lichaam? Ja, maar... Je snapt wat ik bedoel. Er zijn zeg maar verschillende blokken voor elk soort stuk van ons bestaan. Oké, voorzichtig. Hoe ga ik dit doen? Oh, op het nippertje. Oké, dus hier kan ik, als het goed is, overheen. Al moet dat allemaal wel extra voorzichtig. En hier moeten we heel goed uitkijken, want we gaan automatisch naar links gegooid worden. Oh man. Oké, voorzichtig doen. Dit is zo spannend. Oké, we zijn er weer. Nou, hier hebben we dus weer die blokken die we niet met onze lange arm mogen aanraken. Dit gaat allemaal om precisie. Kijk, dat is wat ik bedoel. Als ik nu een bril had, zag ik er slim uit. Oh. Oké, dat is iets minder slim. Oeh, dit is echt een beetje puzzelen, denk ik, of niet? Ah nee, het valt eigenlijk best wel mee. Kijk, dat is het hele ding. Soms is het gewoon je brein die dingen moeilijker laat lijken dan ze zijn. Het rijmde. Oh man, oké, wacht, deze voel ik wel. Heel voorzichtig. Kan ik dan nu naar de overkant? Ja, dat kan. Nou, deze dingen die draaien, daar moet ik rekening mee houden. Eigenlijk redt deze arm mij letterlijk. Nee, maar als ik een sprong wil maken die eigenlijk te ver is, dan kan deze arm mij dus op het nippertje redden. Voorzichtig. Oeh, wacht even. Oké, ik snap het al. Deze blokjes die verdwijnen als ik er overheen spring. Maar we hebben het gehaald. Shoutout naar mijn arm. Oeh, dit is een trampoline. Oeh, dat is chill. Oké, voorzichtig. Oh my gosh. Oké, we moeten dus de juiste sleutel pakken. Kan ik hier nu overheen? Ja. En dan moet ik nu, als het goed is, de blauwe sleutel pakken. Kan ik erbij? Ik wil de blauwe sleutel. Ja, ik heb de blauwe sleutel. Maar wacht even, hoe kom ik nou aan de bruine sleutel dan? Ah, wacht, die zal hier wel ergens beneden zitten, of niet? Ja, volgens mij gaat hier ergens een bruine sleutel zijn. Of oranje, je snapt wat ik bedoel. Ja, kijk, daar is die. Ik heb hem en nu kan ik er doorheen. Zou ik hem kunnen duwen met mijn lange arm? Maar dit was geniaal. Deze obby heb ik al eens een keer eerder gespeeld. Wat je letterlijk kunt doen, is je kunt hier een grote intypen die je wil hebben. Wow, en dan word je die grote. Dus nu ben ik super groot en kan ik dus gemakkelijk hier overheen springen. Kan ik de checkpoint pakken en weer verder. Maar als ik nu verder wil, moet ik mezelf juist weer super klein maken. Oh man, dit is geniaal. Oké, dit is niet echt bepaald super klein, maar het is gewoon normaal. En deze doet het nog steeds groot. Kijk, hier moet ik nog steeds de normale grootte hebben. Want als ik hier super groot ben, stoot ik gelijk mijn hoofd. Oké, we gaan naar boven toe. En dan ben ik benieuwd of we bij het volgende stuk beter groot of klein kunnen zijn. Volgens mij is klein beter. Maar wat als ik bijvoorbeeld mezelf net iets groter maak? Hoe kan ik dit dan spelen? Gaat dat werken? Oeh, oh, dat wordt heel lastig. Oké, ik ga het gewoon proberen. Let's go. Ik zei nog niet eens proberen en ik was al af. Oeh, wacht, ik kan mezelf ook voor de helft maken. Wacht, kan ik ook 0.1 doen dan? Oh, dat kan. Ik kan mezelf dus ook echt mini maken. Oké, wacht. Voorzichtig. Oh, nah. Nee, in dit geval ga ik voor 0.5. Ik denk dat dat de beste grootte is om dit mee te halen. Het is net niet te groot, maar het is ook niet te klein, zeg maar. Kijk, dan kan het perfect. Door dit spel is dus zo gemaakt dat je continu moet schakelen tussen groot en klein. Kijk, hier bijvoorbeeld hoef ik niet zoveel met mijn lengte te doen. Dit is eigenlijk nu al... Laat maar. Dit is eigenlijk nu al perfect. Kijk. Hupsakee, hupsakee, hupsakee. Maar hier hoef ik ook niks te doen. Maar wat als ik hierin ga staan? En ik maak mezelf dan ineens heel groot. Oh nee. Oh my gosh. Ik glitch. Dominee. Ik zit in een bal. En ik ben super langzaam. Maar als het goed is, kunnen we sneller worden. We kunnen namelijk klikken zo snel we kunnen. En daarmee onze snelheid upgraden. Maar dat is niet het enige. We kunnen ook naar de winkel. Terwijl ik aan het klikken ben. Ik wil sneller worden. En met muntjes kan ik daar een nieuwe bal kopen. We hebben nu de rode. En deze is een stuk sneller. Maar nog lang niet snel genoeg. Dus we upgraden naar de gele. Weer een stukje sneller. Maar wat dacht je van de roze? Wat dacht je van de paarse? En op deze manier blijven we door upgraden totdat onze muntjes op zijn. We hebben weer een rode, weer een gele. En dit is de glimmende roze. En oh my gosh. Deze is niet alleen heel mooi, maar ook al een heel stuk sneller. Dit is waar je zou moeten racen tegen andere spelers. En de vraag is, zijn we snel genoeg om vooraan in de race te eindigen? Het antwoord is nee. Nog lang niet. Geloof me. Er zijn mensen in hamsterballen die zo snel zijn dat Roblox er letterlijk van zal crashen. En ook al gaan we al best wel snel, ik bedoel, we spelen pas een minuut, is het nog lang niet snel genoeg. Dit is eigenlijk best wel gaaf. Elke area heeft een ander soort thema. Maar wij halen er meer muntjes bij en blijven doorgaan met het upgraden naar nieuwe ballen. Oeh, deze lijkt wel van diamant. Maar wacht eens even. Ik zie hier ook eieren. 100 Robux. Ik ben benieuwd. Oké, dit is een goud ei met een Dominus. Oké, die nemen we zometeen mee. Maar moet je dit zien? 200 Robux. Wat ben ik aan het doen? Dit is letterlijk een emerald ei met een draak. En als we hier naar boven gaan. Oh man, er is zoveel. De meeste kun je met muntjes kopen. Hier hebben we er nog één. Weer voor 100 Robux. Oké, dat betekent dat we dus nu
3 pads hebben. Oh, dat ziet er zo gaaf uit. En daardoor zijn we weer een stukje sneller. Maar het is tijd voor het echte werk. Ik blijf nu upgraden totdat ik letterlijk geen 1 muntje meer over heb. Ik bedoel, come on, als we de snelste in het spel willen zijn, dan moeten we denken als de snelste in het spel. We zijn nu al bij de lavaballen. Oh man, ik ben een beetje bang. Oké, check dit. Oh, nice. Oké, en we beginnen met de race. We gaan overduidelijk een heel stuk sneller dan net. We rollen door het leven heen. En wacht eens even. We kunnen een rebirth doen. Alleen als we dat doen, dan moeten we weer helemaal opnieuw beginnen. In plaats daarvan ga ik voor keer 3 snelheid. We zijn dus nu 3 keer zo snel als net. En je merkt ook wel dat we dus veel sneller naar beneden rollen. Deze area ken ik geen eens. En we hebben volgens mij iemand ingehaald. Alleen er is een balk bovenaan in beeld die laat zien hoe ver je bent. En ook al zijn we heel snel, we zijn nog lang niet bij het einde. Al moet ik zeggen, we zijn super, super snel. Hoe snel kunnen wij zwemmen? Oké, dat is dat is niet zo heel snel, vind je wel. Dus we moeten iets doen waardoor we sneller worden. Ik zie hier een aantal pads. Het is het proberen waard. Oh my gosh, dat is een mega pad. Maar hoe snel zijn we? Oh my gosh. We zijn door 1 pad misschien wel de snelste zwemmer in het spel geworden. Ik bedoel, we zwemmen zo snel dat... Maar Roblox kan het niet eens bijhouden. Al moet ik zeggen, dit is bij lange na nog niet snel genoeg om de snelste in het spel te zijn. Maar voor mij is het wel snel genoeg. We hebben volgens mij ons zwemdiploma van A tot Z gehaald in 10 seconden. Kijk dan, dit is bizar. Een bal, zwemmen. Wat hebben we nog meer? Een auto natuurlijk. Oké, we hebben een mooie oranje auto. En we moeten zo snel mogelijk klikken om de auto sneller te laten rijden. Oké, je merkt volgens mij nu al wel dat met een paar kliks we al een heel stuk sneller worden. Maar dat is niet het enige. We moeten ook onze auto upgraden. Hij gaat er anders uitzien. Sneller uitzien. Taco-achtiger. Taco-achtiger. Oké, de race is begonnen. En je merkt het misschien wel. We zijn nog niet zo snel. We zijn wel snel genoeg om in ieder geval verder te komen. Maar dit kan zoveel malen beter. We zijn ingehaald. We hebben hier allemaal eieren. Dus we halen er een aantal wins bij. En we gaan naar het eerste ei. Oh, deze is gewoon letterlijk doorzichtig. Maar wat zit erin? Een nieuwe auto. Oké, op zich best gaaf. Maar we willen natuurlijk ook een pad hebben. En dat is prijzig. Oh, wow, confetti. Oké, dit huisdier geeft ons 120 extra snelheid. Laten we even checken of dat... Oké, ik voel me in ieder geval al een heel stuk sneller. En we hebben iemand ingehaald. Maar het kan volgens mij nog beter. Ik bedoel, kijk dan. Dit zijn de duurste auto's in het spel. Laten we beginnen met de politieauto. Oh, dat is zo gaaf. En elke klik in deze auto is 8 keer zoveel waard. Dus volgens mij gaan we zometeen een mega snelheid hebben. Oh, ik ben serieus een beetje zenuwachtig. We zitten al op een snelheid van 10.000. En we begonnen met 0. Oké, de race gaat beginnen in 3, 2, 1. Let's go, let's go. Oké, luister. We zijn pittig snel. Volgens mij, ja, we hebben iemand ingehaald. Dude, we zijn zo snel. We zijn de snelste in het spel. Ik bedoel, kijk naar de balk onderaan in beeld. Je ziet watermeloenman. Dat ben ik letterlijk vooraan. Oh my gosh, dit had ik nooit gedacht. En dan moet je nagaan dat dit nog niet de snelste auto in het spel is. Oké, volgens mij ben ik de eerste die het volledig gaat halen. Zoals je kunt zien, er is wel een andere speler die nu ongeveer bij 10 is. Maar wij zijn al bijna bij het einde van de laatste area. 3, 2, 1... Hebben we het gehaald? We hebben het gehaald! Of nee? Wacht even. We hebben het nog niet gehaald. Zolang we doorrijden zijn we nog bezig. Dus het is echt heel belangrijk dat je zoveel mogelijk klikt. Elke klik is echt 8 kilometer. Oké, volgens mij hebben we het nu wel bijna gehaald. Want ik kijk naar de balk en ik zie dat we het einde naderen. Dus 3, 2, 1. Oh man, we hebben het gehaald. En nu beginnen we dus een soort van weer opnieuw. En merk je ook dat we iedereen inhalen. Oké, maar wacht even. Je raadt misschien al wel wat ik wil doen. Job, je bent toch al het snelste van het spel. Dan is het toch een mooi moment om te stoppen? Nee. Er zijn namelijk nog 2 andere auto's. En ik vind de middelste het mooist. Maar de rechter is veel sneller. Wat moet ik kiezen? Mooi of snel? Laat in de comments weten wat jij zou doen. Ja, ik ga dan denk ik toch voor snel. Dat is immers waar het in dit spel om gaat. En hij is ook wel mooi. Oké, maar nu ben ik heel benieuwd. Oh my god. We krijgen er letterlijk 12 kliks bij per seconde. En geloof het of niet, maar terwijl ik dit zeg, zitten we al bijna op de 100.000 snelheid. En we zitten op de 100.000. Ik ben officieel de snelste in het spel. Dat kun je rechtsboven in beeld ook zien. Oh my gosh, dude. Oké, hoe gaat dat er zometeen uitzien? Ik ben er klaar voor en de race is begonnen. Oh, dude. Oké, het is duidelijk. Er is geen enkele andere speler die ook maar bij ons in de buurt komt. En ja, we hebben de snelste auto in het spel. Ik bedoel, kijk hoe we over die balk vliegen. Het is bizar. Waarschijnlijk krijgen we een bekeuring. Of 2. Dit is zo geniaal. Ik hou van dat soort games waarbij je bijvoorbeeld begint als langzaamste. En dat je dan eindigt als snelste. En volgens mij hebben we het letterlijk al bijna in 1 keer gehaald. Net deden we er denk ik 2 minuten over. We zijn nu een halve minuut verder. Kijk hoe ik over die balk vlieg, dude. 3, 2, 1. We hebben het gehaald. Tijd voor een ander spel. Oké, laten we weer teruggaan. Wacht even. Soms loop je iets mis. Maar nu wil ik er toch weer een aantal kopen. Wacht eens even. 3 voor de prijs van 1. Nou ja, een soort van. Oh my gosh, dit is geniaal. En als je stilstaat, houden ze elkaar in de lucht. Oh, dit is teamwork. Oké, dit is misschien wel de beste aankoop van vandaag. Kunnen we dat misschien overtreffen?
No way. Boxy Boo is het nieuwste Poppy Playtime speelgoed. En moet je opletten. Oh my gosh. Dit is niet zomaar Boxy Boo. Dit is Boxy Boo keer 3. Oh, deze is gewoon te creepy. Als je stilstaat, dan ziet hij eruit als 1. Maar als je loopt, is hij er dus 3 keer. Maar ik zoek de kers op de taart. De beste van allemaal. Laat vooral in de comments weten als je er eentje ziet waarvan je denkt, die moet je gespeeld hebben. Ik zie er gewoon zoveel. We hebben hier Blue als opa. Oké. Huggy Wuggy, een klassieker. Oké. Oranje die een speler eet. Een smurf. Oranje als baby. We hebben geel. Rood als heks. Nogmaals, ik kan die allemaal kopen. Maar ik zoek iets beters. Ik zie er hier één zonder plaatje. Dus dat is letterlijk een mystery. Oké, nog steeds geen plaatje. Oh, wat? We zijn gewoon een backrooms karakter. Dit is hoe je eruit ziet als je de backrooms betreedt. En wacht eens even. Welke is dit? Het is de letter K. En als we dan hier naar beneden gaan. Oh, dat kan niet. Als we dan in plaats daarvan naar boven. Oh, er ligt er hier één. De letter A. Een woord met de A in de comments. Aardappel. Aardbei. Oké, wacht even. We gaan snel verder. Oeh, wacht. Dit is een uitdaging. Oké, voorzichtig. Voorzichtig. Oké, naar boven toe. En dan hebben we er daar nog één. Wie is dat? De letter X als mens? Ah, deze zit achter tralies. Ik ben onder water aan het zwemmen. En ik zie ineens een sleutel. Maar waar kunnen we die gebruiken? Misschien achter deze deur? Even kijken. Ja, daar. Oh, dat is perfect. Maar wat zit erachter? Oeh, deze zit in een kooi. Maar deze hier gelukkig niet. Het is de ezel van Shrek. En dan hebben we die hier nog één. Oh, dat is creepy. En dan de laatste zit hierachter verstopt. Oh, we zijn letterlijk een politieagent in een soort van robot. Dit is geniaal. Roblox, alleen je wordt elke seconde kleiner. Is dat een Squid Game Guard? Oh my gosh, ik ga weg hier. Oké, dus we zijn nu op zich nog best wel groot. Maar als je goed oplet, dan zie je dus dat we elke seconde een stukje krimpen. En waarschijnlijk worden we zometeen zo klein dat we letterlijk met insecten kunnen praten. Maar er moet toch een manier zijn om dit sneller te laten gaan. Oké, we gaan voor een kleine upgrade. En oké, ik zag mezelf een stukje kleiner worden. We gaan nu voor een iets grotere upgrade. Dus volgens mij worden we dan nog kleiner. Oké, ja, je zag het hè. We zijn nu al best wel klein vergeleken met net. We kunnen zelfs de VIP niet eens in. Ik bedoel, ik kan het wel alvast kopen. Weet je, laat ik dat doen. Als een motivatie voor zometeen, want nu pas ik hier niet door. Maar wacht even, we kunnen onszelf super klein maken. Alleen is dat ook super duur. Weet je, ik ga het gewoon doen. Ik ben benieuwd of het werkt. Waar ben ik? Wacht. Dude, ik ben zo klein. Oh my gosh, ik zie mezelf bijna niet meer. Die Squid Game Guard kan mij plat stampen. Oké, dit is eigenlijk best wel heel onhandig. Ik kan nu letterlijk niet normaal spelen. Ik ben letterlijk nog kleiner dan een mier. Oké, weet je wat? Ik ga wel de VIP in. No way. Oké, dit is best wel zielig. Ik heb nu letterlijk mijn eigen koninkrijk. Maar ik ben zo mega klein dat ik er niks kan doen. Dit was geniaal. Maar het is tijd om het om te draaien. In dit spel worden we elke seconde een klein stukje groter. En je kunt het misschien al zien. Die speler daar is heel groot. Ik ben heel klein. Maar er is daar wel een VIP. Wat kunnen we daar vinden? Ik bedoel, het ziet er goud uit. Eén manier om daarachter te komen. Wat zit er in de VIP? Helemaal niks. En ik ben nog steeds super klein. Ik haal een startpakket erbij. Waardoor we... Wow! Doet wat? Waardoor we ineens gegroeid zijn. En nu lijken die spelers daar super klein. Dit is zo grappig. Dat daar, die jongen met het blauwe haar. Daar stond ik net tegenover. En toen was hij 10 keer zo groot als mij. Ik zou hem nu letterlijk kunnen platstampen. Oh man, maar dat geldt nog niet voor alle spelers. Het is dus echt de bedoeling dat we de grootste worden in dit spel. En hoe langer we in het spel blijven, hoe groter we worden. Elke seconde een stukje groter. Wil je 2 keer zo groot worden? Ja. Oké, nu zou het echt heel snel moeten gaan. Alleen als we naar de volgende zone willen, hebben we 150 nodig. Nou, dat hebben we nu perfect. Ah, dus dat is hoe het werkt. Hoe groter je wordt, hoe meer zones je in kunt. En voor deze zone hebben we 500 nodig. Maar ik heb nu 3 huisdieren met me meegenomen. Die mij heel snel groot maken. Dus ik kan nu al naar de nieuwe zone. Oké, we hebben 2.500 nodig. Ik zie daar verderop iemand die super groot is. Ik weiger dit spel af te sluiten totdat ik de grootste ben van iedereen. Ik heb gevoeld hoe het is om klein te zijn. Nu wil ik weten. Oh, val ik nou? Ik glij volgens mij uit. Wat gebeurt er? Oké, ik kan weer naar een nieuwe area toe. Alleen voor de volgende hebben we 10.000 nodig. En er zijn nog zoveel areas te gaan. Oké, ik ben weer een heel stuk groter geworden. En we zitten hier bij dit aapje. Oh man, ik word serieus een beetje bang nu. Ik loop letterlijk scheef. Ik ben zo groot dat ik gewoon niet meer weet hoe voetstappen werken. Oké, ik zit hier nu al super lang te wachten, maar ik word nooit zo groot. Misschien moet ik gewoon langer worden. En daarom zit ik nu in dit spel waar ik mezelf eten moet geven om te laten groeien. Dus steeds als ik een appel eet, word ik een stukje groter. Maar wacht, als ik dus beter eten haal, zoals bijvoorbeeld een broodje, word ik dan niet gelijk groter als ik dat eet? Oké, even checken. Oké, dat is balen. Ik moet nu mijn lengte verkopen. En daarom moet ik dit nu even upgraden, zodat we langer kunnen worden in totaal. Oké, ik ben het nog steeds aan het upgraden totdat al mijn geld op is. En dan gaan we onze boterham weer eten. Oké, dus als het goed is als we nu eten, worden we groter. Inderdaad, kunnen we nog een keer eten, worden we groter. Nog een keer eten, worden we groter. Oh man, dit is geniaal. Maar waarschijnlijk ga ik zometeen toch weer te groot zijn en moet ik het weer verkopen. Kijk hoe groot ik ben, dude. Volgens mij groeien we zometeen gewoon de ruimte in. Dit is bizar. In deze obby gebeurt
wordt er elke 5 seconden iets compleet willekeurigs. Dus in 3, 2, 1. We zijn nu zo langzaam als een slak. Oké, dat is heel irritant. Dus daardoor gaan we waarschijnlijk naar beneden. Oké, nu kunnen we gewoon weer normaal spelen. Maar wat gebeurt... Oh my gosh, dude. Uitgezoomd spelen. Dat is het volgende wat er gebeurt. Er kan dus letterlijk van alles gebeuren. Het is gewoon iedere 5 seconden gebeurt er iets compleet random. Zoals bijvoorbeeld een groot hoofd hebben. Oké, op zich een hobby spelen met een groot hoofd. Dat betekent veel hersenen, denk ik. Dat is alleen maar fijn. Oh nee, volgens mij worden we heel groot nu. Oké, dat is alweer een stukje lastiger. Stel voor dit zou in het echt gebeuren. Dat er gewoon elke 5 seconden iets compleet randoms gebeurt. Ik zit vast. Oh, vries. Ik bevries. Dat is het volgende wat er gebeurt. Oké, nu kunnen we weer verder spelen. Oké, de 5 seconden zijn bijna voorbij. 3, 2, 1. Geen benen. Wacht, wat? Hoe bedoel je geen benen? Wat? Hoe kan ik nou weer een hobby spelen met geen benen? Het lukt eigenlijk best wel goed. Ik onderschat mezelf. Een hobby spelen met geen benen is gewoon mogelijk. Een poepje laten. Heb ik een poepje gelaten? Ja, ik zie wel een soort van windje inderdaad. Dat wil ik niet. Oké, we zijn weer bevroren. Dat is het volgende wat er gebeurt. Ik kan nu niet spelen. Oké, de 5 seconden die zijn nu weer ingegaan. Dus over 5 seconden... Oh, ik ben naar beneden gevallen. Dus er gebeurt nu iets compleet randoms. En dat is een bommetje. Oké, gelukkig stond ik er niet bij in de buurt. Uitgezoomd spelen. Dat is misschien nog wat irritantste van allemaal. Ik bedoel, ik zie dat ik over een regenboogtrap loop. Maar het kan maar zo zijn dat ik nu een verkeerde afslag neem en naar beneden val. Oké, ik kan weer ingezoomd spelen, maar over 3 seconden is er weer iets randoms wat er gebeurt. En dat is deze keer first person view. Dus dat houdt in dat we nu letterlijk vanuit de ogen van onze avatar kijken en dus onszelf niet kunnen zien lopen. Dit vind ik op zich niet zo erg. Ik bedoel, ik kan nog redelijk goed zien wat er gebeurt. Dit zou ik op zich wel gewoon... laat maar. Dit is toch wel wat handiger. Tijd voor een ander spel. Brengen we een bezoekje aan onze oma. En ik wil er zo snel mogelijk weer weg. Oh, dat zijn katten. Wauw, ben je serieus? Het huis van deze oma zit vol met breinaalden en een soort van... Ik ben niet goed in dit spel. Wat ik wel weet, is dat ik er heel snel weg wil. Oké, we hebben een checkpoint. Deze deur is gebarricadeerd, dus we moeten wel door de ventilatie. Ik heb het idee dat ik hier niet alleen ben. Ik bedoel, oma's die horen leuk te zijn. Koekjes, appeltaart en koekjes. Maar ze zag er niet zo leuk uit. Het leek eerder alsof ze een koekje van mij wou maken. Ja, vandaag ben ik een ingrediënt. Oh man, zelfs die buizen zijn eng. En volgens mij is oma een tandarts, want ja, er liggen tanden. Laten we snel... Wat moeten we hier? Oh, we moeten naar boven. Ben je serieus? Oma blijft me steeds weer verrassen. Zeg maar nou niet dat we zometeen ineens een kat hier zien lopen, hè? Ik heb genoeg katten gezien vandaag. Bedenk een leuke kattennaam in de comments beneden. Misschien dat we oma daar een soort van blij mee kunnen maken. Oké, we moeten hier naar rechts. En wacht even. Is dit niet waar ze net was? Oh man, ga maar nou niet zeggen dat ze weg is. Wauw, dat is een hele hoop gebreid spul. Oma's die staan er natuurlijk onbekend dat ze dingen breien. En deze oma dus ook. Ik heb eens een keer de oma van SpongeBob gezien, volgens mij. En die was echt super schattig. In ieder geval leuker dan deze oma. Oh man, dit is niet wat ik wil. Volgens mij moeten we hier een klein beetje uitkijken. Voorzichtig. Oké, hier ligt nog een val. En dan gaan we een nieuwe kamer in... Steeds als ik denk dat het klaar is met die vallen, 3 keer raden. Nog meer vallen. Is niet erg. Ik zal er niet voor vallen. Oké, sorry. Oh man, wat is dit? Eeuw. Is dat een poepje? Ik wil het niet weten. Geef geen antwoord op die vraag. Oké, dit ziet er niet echt uit als de keuken waar je lekker wat te eten gaat maken. We hebben hier een zak met suiker. Ah, dit is wel de keuken. Hé, daar zijn de koekjes waar ik het over had. Alleen weet ik niet nu ik ze nog wil, want ik ben best wel bang. Ik weet niet of je zin hebt in koekjes als je achterna wordt gezeten door zo'n enge oma. Oké, is het links? Het is links. Is het midden? Het is midden. Oké, je zou zeggen dat het dan rechts is, toch? Wauw, eindelijk een beetje geluk. Ik ga er vandoor. Nee. Dat kan niet. Dat vind ik altijd het mooie, maar ook het nare aan obby's. Je kunt heel lastig iets overslaan. Ik bedoel, je kunt letterlijk deze obby waarschijnlijk niet uitspelen als je niet naar die enge oma toe loopt. Oké, wat er ook gebeurt. Maar ik wil gewoon niet opgegeten worden, oké? Oh nee. Wat gebeurt er? Ik zie je niet. Ik ben er niet. Ik ben verdwenen. Ah, man. Zullen we haar tanden tellen? 1, 2, 3. Schiet op, Job! Oké. Oh, man. Welke oma heeft er nou weer zoveel tanden? Waar is het kunstgebit? Misschien is het wel een kunstgebit. Oh man. Volgens mij ben ik niet de eerste die deze obby speelt. Oké, ik wil hier gewoon weg. Dat is wat er bovenaan mijn verlanglijstje staat. Normaal zou ik zeggen, ik wil dit, dit, dit en dit. Maar nee, ik wil verdwijnen. Verdwijnen uit dit spel. Dat is alles wat ik wil. Oh, jawel. Job, is dit het moment om te rijmen? Volgens mij niet. Oké, we moeten omhoog klimmen. En dan gaan we nu hier naar beneden. Oh man, oh man, oh man. Ik blijf oh man zeggen totdat ik eruit ben. Oh man, oh man. En ik ben eruit. Oh, wacht even. Volgens mij... ruik ik de vrijheid. Let's do this. En als we deze kant op gaan... Yes! De oma is aangehouden. En ze lag nog steeds. Dit is de hoogste ladder in Roblox. En je zult steeds mensen... Ik ben geduwd. En je zult steeds mensen naar beneden zien vallen. Maar wij hebben een speciale boost waarmee we iedereen voorbij... Er viel iemand. Waarbij we iedereen voorbij kunnen gaan. En de challenge is simpel. Wij moeten proberen om... Oh!
om bovenaan te komen. En we kunnen mensen dus schijnbaar ook duwen. Dus dat wil ik eigenlijk proberen. En dat is niet het enige. We hebben ook een soort van vleugels. Dus ik kan nu gewoon vliegen als ik geduwd word. Oh nee. Hoor je dat alarm? Dat betekent dat er nu kokosnoten uit de lucht gaan vallen. En mensen. Oké, ik kan iemand duwen. Ik heb iemand geduwd. Volgens mij duwde ik iemand. Oké, wacht even. We zitten al ruim over de helft. Dus misschien gaan we dat halen. We kunnen een tornado spannen. Oh nee, ik ben gevallen. Oh man. Oké, luister. Ik heb een tornado gespand. Terwijl ik inmiddels gevallen ben. Dus ik heb er geen last van. Maar we gaan ondertussen wel weer verder. Oh man. Oh, dude, maar wacht, die tornado helpt me juist. Kijk, hij brengt me naar boven. Wat? Oh, dat is geniaal. Ik heb iets gespand wat iedereen naar beneden laat vallen, maar mij eigenlijk helpt. No way. Ik ben echt bijna helemaal boven, volgens mij. Oh, snap. 3, 2, 1. Ik moet deze persoon duwen. Oh, man. Ik sta bovenaan en ik heb de kroon. En ik duw nu gewoon iedereen eraf. Oké, luister. Ik moet dit puntje van de ladder beschermen. Oké, kijk. Ik heb de kroon en ik moet andere mensen duwen. Dus mensen die denken dat ze hier mogen komen, die duw ik er gewoon af. Oké, er komt iemand aan met een kokosnoot. Let op, die gaat hier proberen te gooien tegen mij. Maar wij duwen. Oké, je wil het zo spelen? Dan koop ik er een aantal boosts bij. En moet je opletten wat ik daarmee kan doen. Oké, dus we weten nu dat mensen kokosnoten... kunnen gooien. En daar moeten we even rekening mee houden. Ik koop er ook weer een aantal vleugels bij. Want die zorgen er dus voor dat als we neigen te vallen, we onszelf op het laatste moment nog kunnen redden. Oké, ik gooi weer een nieuwe booster in. Come on, man. Oké, we zijn bijna boven en we krijgen er een gratis power-up bij. Nog meer kokosnoten. Oh, man. Oké, we zijn bijna boven. Ik heb een kokosnoot in mijn hand. Oké, ik ga weer voor een boost. Come on. Auw, wat gebeurde daar? Oké, helaas. Ik heb niet gewonnen. Ik kan trouwens ook popcorn kopen. Vraag me niet wat ik aan popcorn heb. Oh, het is letterlijk om te eten. En dat kostte 5 Robux. Oké, de ladder is weer terug. Alleen iedereen gaat er nu natuurlijk op. Nou, ik draag het kroontje, want ik sta vooraan. Oh, man. En dit is best wel nice. Want omdat ik iedereen nu al heb ingehaald... Oh, er komt wel iemand anders nog aan, volgens mij. Oh, er komt iemand aan. Oh, nee. Oh, gaat hij me duwen? Hij heeft me ingehaald. Hij heeft me ingehaald. Nee, ik heb hem weer ingehaald. Dude, dit is zo mega spannend. Dit voelt letterlijk als een race. Het is een race. Op een ladder. Het is een gevaarlijk. Oké, we staan boven. Dus nu moet ik opletten. Want als die dude zometeen komt, heb je er best kans van. Ik heb een kokosnoot in mijn hand trouwens. Kijk, daar is die. Gooi hem. Oh nee, ik heb mezelf geraakt met die kokosnoot. We blijven gewoon continu die boost gebruiken. Oké, er is daar een meisje en ik ga die proberen er vanaf te duwen. 3, 2, 1. Heb ik er? Nee, ik heb er niet. Come on. Heb ik er? Nee. Oh jawel, ik heb er, maar zij heeft mij ook. Nee. Oh. Maar wacht even, kan ik met die vleugels echt gewoon vliegen? Niet naar boven, maar wel gewoon op de plek waar ik al was. Dus dat is inderdaad voor als je er wordt afgegooid, dan druk je snel die vleugels in en dan blijf je even op hetzelfde niveau in de lucht hangen. Oké, gratis power-up, wat is het? Kijk, die boost is super, super handig. Ik zorg er nu gewoon voor dat ik sowieso vleugels heb geselecteerd. Zodat wanneer ik neig te vallen, het eigenlijk geen probleem is. Oké, daar gaan we. We zijn bijna weer boven. En er staat al wel iemand. Dus 3, 2, 1. Come on. Ik heb hem geduwd, let's go. Oh, we zijn nog aan het vliegen trouwens. Oké, er komt weer iemand aan. Dus ik zet mijn vleugels alvast gereed. 3, 2, 1. Vleugels aan. Kan ik deze persoon hier duwen? Come on. Ik heb hem overduidelijk geduwd. Dat geluid ook wat je hoort. Is logisch, weet je. Je valt van een ladder. Ik zou ook schreeuwen. Zal ik nu anders... Oké, dat ging maar net goed. Kijk, het hele ding is, ik moet het nu best wel lang volhouden. Snel, vleugels erbij kopen. Snel, ik ga geduwd worden. Ik heb iemand geduwd. Oké, dat is nog best wel fijn. Ik moet het nu 2 minuten volhouden op de bovenkant van deze ladder. En je ziet ook gewoon dat die spelers niet meer naar boven durven. Oké, dat meisje gaat wel. En die gooi ik eraf. En de jongen, die gooi ik eraf. Oh, nee. Vleugels. Snel naar boven. Ik wil mijn plekje terug. Ik wil er trouwens wat popcorn bij hebben. Oh, ik val. Waarom popcorn, Job? Je hebt er toch niks aan. Oké, deze doet die duw ik even. Heb ik hem geduwd? Ik heb hem geduwd. Oh, nee. Ik ben gevallen. Nee, dit is niet chill. Auw, de grond. Is hard. Dat was de hoogste ladder ter wereld. Maar nu we hebben gevoeld hoe het is om te vallen, laten we dat nog een keer proberen. We hebben hier de hoogste regenboogtrap ter wereld. Oh, snap. Ouch. Ouch, weet je. Gewoon ouch. Dit is niet chill. Eigenlijk wel. Het is de bedoeling in het spel dat je probeert om zoveel mogelijk en zo hoog mogelijk te vallen. Ik ben weer op de grond. Dit is volgens mij een roltrap, of niet? Oh, die roltrap die gaat hard. Oh nee, ouch. Dit is extra vervelend, want ik val naar beneden. Maar omdat het een roltrap is die omhoog gaat, ga ik dus ook weer omhoog. Dus ik val en ik ga weer terug. En ik val en ik ga weer terug. Ik blijf doorvallen. We hebben hier de super trampoline. Oké, daar ben ik best wel benieuwd naar. Gooit mij een super hoogte in de lucht. 3, 2... 1. Ouch. Oké, we hebben hier een hamer. En volgens mij als ik hier op ga staan... Ouch. Oeh, maar wacht even. We hebben hier ook een glijbaan. Een regenboogglijbaan. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Oh, dude. Auw. Een glijbaan hoort niet zo hard te zijn. Tenminste, een glijbaan mag hard zijn. Maar dan is het eerder een waterglijbaan. Zodat je niet... Oké, come on. Nog een klein stukje. Oh, snap.
Ouch. We hebben hier ook een kanon en volgens mij kan ik daar in zitten. Ja. Volgens mij wel. En wat hebben we hier? Een soort van gat in de grond waar we naar beneden kunnen vallen. Oh nee. Oh nee. Ouch, is dat lava? Oh nee, volgens mij is dat lava. Ja, ja, dat is lava. Oké, ik heb hier een speciaal soort drankje waarmee ik, als het goed is, een heel stuk groter word. En ik heb trouwens ook een jetpack waarmee ik overal makkelijk naartoe kan. Ik wil je gewoon een high five geven. Oh, dit ding gaat zo snel heen en weer. Oh nee, niet weer. Nee, niet weer. Oké, wacht, misschien kan ik in die kanon vallen daar, want er is er één. 3, 2, 1. Oh. Ja, dat heeft niet veel zin, want ik ga nu gewoon weer naar beneden. En volgens mij kom ik er ook gewoon weer in terecht. Oeh, wacht even. We hebben hier letterlijk een reuzenrad. Maar dat is toch gewoon gezellig, een mooi uitzicht. Dat is toch niet per se iets om bang voor te zijn. Ja, weet je wat? Ik zeg gewoon niks meer. Oeh, er is een raket en die vertrekt over een paar seconden. Snel, snel, snel. Nee, wacht op mij. Wacht op mij. Nee. Oké, ik ga het weer proberen. Ik zet mezelf aan de raket. Oh man, de raket is opgestegen. Wij gaan met hem mee. Oh, dit wordt de allerhardste val ooit. Even serieus. We gaan gewoon naar de ruimte toe, dude. Maar wat gaat de raket doen? Explodeert hij dan of zo? Oh. Het antwoord is ja. Is dat een maan? Is dat serieus de maan? Wacht even. Ik heb een jetpack, dus als het goed is, kan ik er nu wel even op landen of zo, toch? Oh man. Ik loop hier serieus op een andere planeet. En als ik dan nu naar beneden val. Oh snap. Oké, luister. Volgens mij. Wacht, we kunnen skydiven? Bro, we kunnen ook echt zo naar beneden vallen. Zoals in een film. Oké. Ik ben benieuwd waar we gaan vallen. Vallen we op de trap? Vallen we op de glijbaan? Vallen we op de luchtballon? De trampoline? Lava? Alweer, voor de tweede keer. Oké, ik ben benieuwd. 3. Oh, maar dit gaat veel te langzaam. Ik bedoel, ik wil een beetje dat de spanning opbouwt. Dat we steeds sneller gaan. Uh-oh. Ja, volgens mij is het goed geweest. In dit spel moeten wij proberen om steeds meer X te verzamelen. Ja, dit klinkt heel raar, maar we moeten dus een soort van poppetjes pakken onder ons. Waardoor die veranderen in mij en onder mij gaan staan. En wij eigenlijk een soort van menselijke toren vormen. Het is raar, het is eng, het is grappig. En dat is wat we doen. Oh my gosh, ik kan letterlijk niet meer zien. Oh wacht, ik kan iets meer naar boven richten en dan zie ik het misschien beter. Oh dude, dit is zo raar. Hoeveel DutchTubers zijn dit? Raad het in de comments hier beneden. Oké, we moeten er wel rekening mee houden dat als we ergens overheen lopen waar we eigenlijk niet overheen moeten lopen, dat we er dus een aantal kwijtraken. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Volgens mij zijn we best goed bezig, toch of niet? Zijn we goed bezig? Kan iemand ja op die vraag beantwoorden? Volgens mij heb ik gewonnen. Oh my gosh. Oh my gosh, waar gaan al mijn DutchTubers heen? Ik heb gewonnen. En nu doe ik een dansje. Wow, dit is het mooiste moment in mijn leven. Oké, hou je vast, want hier wordt het echt spannend. We gaan namelijk nu naar de bunker toe. Oké, daar ben ik. En er is een nieuwe opening die we nog niet eerder hebben gezien. Ik pak er even een camera bij. Dan kunnen we het gelijk filmen als we hier iets vinden. Maar wat is hier dan precies? Tot nu toe helemaal niks. Oh my gosh, wat zijn dit? Topgeheim. En er staat op de agency. Dat is precies waarover we lazen in die brief. Dat de agency iets wil doen met de elektriciteit in Brookhaven. En voor als je het nog niet snapt, geen elektriciteit in Brookhaven is het einde van Brookhaven. Het is een game namelijk, weet je. Je hebt stroom nodig. Oké, als ik het goed heb gelezen, heb ik nu een hamer nodig. En die hamer moet ik dan hier gebruiken. Oh, zoals je kunt horen... Er is er eentje weg. Oké, dus het werkt, want je hoort het letterlijk. Oh my gosh, dude. Oké, kom op, nog een paar te gaan. Ik ben zo zenuwachtig. Wat gebeurt er als we ze allemaal... Wat gebeurt... Wat hebben we gedaan? Oké, ik ga er vandoor en ik neem mijn camera natuurlijk mee. Mensen gaan dit anders nooit geloven als ik het ze vertel. Ik moet bewijs hebben. Want wat we, als het goed is, zojuist hebben gedaan, is een portaal geactiveerd. En daarvoor moet ik hier zijn, bij de boog. En dan moet ik, als het goed is, hier naar beneden toe. Ik zie alleen geen portaal. Oké, ik begin serieus te twijfelen of ik alle stappen wel goed heb gevolgd. Want er is geen portaal te bekennen. Oh my gosh, dude. Wat is dit? En weer de agency. Volgens mij hebben we het grootste geheim in Brookhaven gevonden zojuist. Ik durf er alleen niet in, omdat ik geen idee heb waar we daar naartoe gaan. Maar er is wel een knop waar ik op kan drukken. Wat was dat voor geluid? Reageer ja als ik er alsnog in moet. Maar volgens het verhaal zijn we nog steeds niet klaar. De volgende stap, daarvoor hebben we een bijzonder huis nodig. Namelijk deze hier. Oh, dude. En als we dan naar binnen zouden gaan... En deze stap heb ik al eens een keer uitgevoerd. Maar waarschijnlijk toen niet in de juiste volgorde, waardoor er dus niets gebeurde. Maar we moeten dan deze kant op. En dan heb je hier onder het bed een knop... Heb ik opgedrukt. En dan moeten we, als het goed is, hier naar binnen en aan de bel rinkelen... Hebben we gedaan. En oh ja, dan heb je, als het goed is, en dat is hieronder, heb je een soort van stok. En die heb ik al een keer gepakt, maar toen heb ik er niks mee gedaan. Maar nu komt het. En hou je vast. Dit is waar we alle moeite voor hebben gedaan. We gaan namelijk naar het museum. En kan je je dat boek nog herinneren van net? Moet je opletten. Ik pak het boek erbij. Dan ga ik nu hier naartoe. Oh, oké, er is een soort van rood vuur. En dan, als het goed is, er is rook... Dat is Mr. Brookhaven van het schilderij. Oh, dat is zo creepy.
het is gelukt. Maar wacht, we zijn nog steeds niet klaar. Want als ik nu namelijk met de stok naar deze driehoek ga, moet je opletten. Oh my gosh, dan is het vuur weer terug. En als we dan hier kijken, staat er een vierkantje om die soort van boog. En we weten waar dat is, want daar komen we net vandaan. Want als we daar namelijk zijn en we gaan dan weer hier naar beneden. En we hebben net inderdaad Mr. Brookhaven gezien. En we gaan dan weer hier naartoe, dan heb je daar nog steeds die portaal. En we gaan er dan nu toch echt in. 3, 2, 1. Oh, het spel is afgesloten. Wat? Moet ik verder onderzoek doen naar dit geheim? En de volgende keer weer als mezelf? Reageer dan ja. Oké, iedereen die zit hier. En eerst gaan de gordijnen dicht. Oké, ik ben hier in het theater. En moet je opletten. Dit is mijn allereerste optreden. Oh, er zijn zoveel mensen. Oké, let's go. Mijn allereerste optreden. En kijk, iedereen is aan het klappen. Oh, ik ben zo blij. Ik was al een beetje zenuwachtig. Ik wist niet of dit wel goed zou gaan. En ik kan ook gewoon dansen en pizza eten met popcorn. Ik ben een baas. Oh, dit is zo gaaf. Oké, ik ga er snel vandoor. Ik ga kijken of iemand mij kan vinden als ik bovenop de school zit. Want dat is echt een supergoeie verstopplek, vind je niet? En dan ga ik niet zomaar bovenop de school zitten. Ik ga gewoon hier, ga ik liggen. Oh, kijk. Oké, ze zijn er allemaal. Maar gaan ze me vinden? Oh, nee. Oh, ze zien me niet. Oh, dit meisje heeft me gevonden. Goed gedaan. Hier, jij krijgt een ijsje van me. Kijk, ze gaan allemaal weg. Zij is de enige die mij heeft kunnen vinden. Dat is zo cool. Oké, weet je wat? Omdat zij mij heeft kunnen vinden, ga ik haar verrassen. Daarvoor spring ik hier overheen en ga ik naar het allergrootste billboard van Brookhaven. En omdat ze Sanne heet, hebben we haar letterlijk hier bovenop gezet. Ze heeft ons als eerste gevonden. Ze zegt, haha, ze vindt het leuk. Oh, dit is toch geniaal. Oké, we gaan er vandoor. Als iemand anders mij had gevonden, had hij het billboard gekregen. Kan ik je nadoen? Ik zeg, is goed. Oké, ik ben benieuwd wat ze bedoelt met nadoen. Gaat ze dan mijn skin aandoen? Ik wil scoren, maar het is moeilijk. Oké. Ah, waarschijnlijk bedoelt ze gewoon dat ze overal naartoe gaat waar ik naartoe ga. Oké, maar dat is een goede test. Want als ik nou iets heel engs doe, doet ze me dan ook na? Stel voor, ik ga letterlijk hier helemaal naar boven toe. Er zijn maar heel weinig Roblox-spelers die dat durven, toch? Dus als ik me dan nu omdraai, zie ik haar dan? Ze doet me letterlijk na. Oké, weet je wat? Dan gaan we nog een stapje verder. Wat als ik naar beneden spring? Oké, dat doet ze ook. Maar niet alleen dat. Ik zit op een segway, net als haar. En ik zoek de rand van de map op. Je moet je voorstellen, als je over de rand van de map gaat, moet ik het nog uitleggen? Oké, ze komt er wel aan, maar ik geloof niet dat ze dat echt gaat doen. Hé, ze kwam er zelf mee. Mag ik je nadoen? Oké, nu moet ik proberen hier bovenop te komen. Oké, dat werkt niet. Maar dat is geen probleem. Daar zijn ladders voor. Oké, we zijn boven. Doet ze me echt na. Zelfs als ik uit Brookhaven spring. Oh, ik sta letterlijk op het randje. Oh, ze staat ook op het randje. 3, 2, 1. Oh. 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 Oké, let's go. Doet ze het na? Doet ze het na? Ik weet het niet. Deed ze het na? Oké, we kunnen er op één manier achter komen. Als zij nu bij de span staat naast ons, dan is ze ook gesprongen. Oké, de ultieme test. We gaan terugspannen. Ze heeft me nagedaan. Dit was zo grappig. Maar dan wil ik toch nog één ding proberen. Want stel, ik maak mezelf weer super klein. Ik ga hier lekker liggen. En ik maak mezelf dan weer groot. Kijk, dan lig ik natuurlijk hieronder. Maar zou ik daar dan iets neer kunnen leggen? Oh, wat? Maar als ik hier dan nu een huis opzet, zie je me dan nog? Dan zie je me niet meer. Maar als iemand dan dat huis ingaat, dan ziet hij mij eronder. Oké, dat is echt heel eng. Wat nou als ik het huis hier onder de schommel neerzet? Dan heb ik een schommel in mijn huis. Wat? Ik schommel nu letterlijk door mijn huis heen. Oké, zoals je kunt zien zijn al deze hotelkamers nog niet verhuurd. Maar wat nou als ik er naar binnen glitch zonder dat ik er een kamer heb? Oh, wacht even. Volgens mij werkte het half. Oh, ik word eruit gegooid. Dat is een van de weinige momenten waarop Brookhaven jou zelf bandt. Wat als ik er nou heel snel ga? En als ik spring, zet ik er gelijk een huisje neer. Nee, het lukte niet. Wacht, nog een keer. Let op, let op. Oh, het is gelukt. Ik heb er nu een huisje. Dus als iemand nu deze kamer boekt, dan gaat hij letterlijk dit zien. Hé, er staat al een huis in mijn huis. Sommige mensen willen de hele straat voor zichzelf in Brookhaven. Dat kan. En ik ga laten zien hoe. Kijk, als je een huis kiest in Brookhaven, laten we zeggen deze, dan is het helaas niet meer mogelijk om daartegenover ook een huis te kiezen. Maar, wat nou als dat wel kan? Kijk, ik zet hier gewoon een huis neer. Dit is mijn huis. Ik zet hier gewoon een huis neer. En ik zet hier gewoon een huis neer. Nu lijkt het alsof heel de straat al bewoond is. En mensen daar dus niet meer kunnen wonen. En heb ik dus heel de straat voor mij alleen. Is dat gemeen? Misschien. Ja, dat is gemeen. Maar het kan wel. Is er trouwens een geheim in dit huis? Ik weet het helemaal niet. Ik bedoel, er is hier wel een boek, maar... Oh. Er staan taco-recepten in. Dat is mijn boek! Dacht ik al. Laat in de reacties weten. Moet ik vaker op zoek gaan naar geheimen in Brookhaven? En wacht, je kunt hier nog langs. Oh, dit is zo'n gave kamer. En omdat hier niemand kan komen, is dit de perfecte plek om al je Robux te bewaren. Tada! Als iemand hier naartoe kan, vind ik dat heel knap van je. Want kijk, je kunt hier letterlijk gewoon zwemmen, omdat je hier dus normaal niet hoort te kunnen komen. Maar wat als ik dan juist nu hier een slaapzak neerleg en ik ga daarin liggen? Waar kom ik dan? Oh, dan ben ik hier! Dus we komen net onder de trap vandaan eigenlijk. En dit ken je natuurlijk wel. Want volgens mij is het deze boekenkast hier. Ik hoop dat ik de juiste heb trouwens, want ik weet het niet zeker.
Ja, dit is de juiste. En moet je opletten, we zijn in de geheime kamer. En veel mensen weten het niet, maar er zit een knop hier ergens. Ja, kijk, daar is een knop. Oké, wacht, voordat ik dat kan laten zien. Ik moet hier eigenlijk weg. Gelukkig kan dat op dezelfde manier als hoe we hier gekomen zijn. Oh, oh nee. Ik zit letterlijk vast in de muur. Oké, de deur is gelukkig open. Oh my gosh. We hebben met die druk op de knop Brookhaven veranderd in een mega grote stad. Er zijn overal wolkenkrabbers. Ik blijf elke dag weer nieuwe geheimen ontdekken in Brookhaven. Het is zo leuk. En waarom heeft iedereen ineens een paard? Zou ik mezelf in deze barbecue kunnen verstoppen? Dat is wel echt een hele goede... Zit ik erin? Ja, ik zit er letterlijk in, oké. Gegrilde watermeloen. En oh my gosh, wat is dat bovenop het politiebureau? Dit is zo raar. Dat ziet er letterlijk uit als iets van de toekomst. Rainbow Friends, met een twist. Elke ronde krijg ik een nieuwe challenge. En de eerste challenge is dat ik als Huggy Wuggy speel. En dat ik alleen maar blauwe lampjes mag meenemen. Dus welke kleur ik ook vind, zoals bijvoorbeeld de gele. Ik mag letterlijk alleen de blauwe pakken. Oké, ik zie er daar eentje liggen, kom op. Nee, zij heeft hem gestolen. Oké, daar hebben we blauw. Oh, net op tijd. Oké, dus ik speel als Huggy Wuggy. Dat is eigenlijk al een challenge op zich. En alleen blauw mag ik meenemen. Oké, kom op. Ah, een blauwe. Perfect. Oh, dat is zo naar. Dat als ik zo meteen een groene, weer een blauwe of een gele zie liggen. Zoals bijvoorbeeld deze hier. Dat ik die niet mag pakken. Ik ben benieuwd wat de challenge gaat zijn in de volgende ronde. Blue, je hoeft niet boos te zijn. Ik ben het Huggy. Oké, laat maar. Oké, ik dacht dat hij me... soort van ging herkennen of zo. Geen probleem. Snel, snel. En ik ben veilig. En hij ziet me. Oké, we hebben er een aantal. Hier naar beneden. En hier is weer een blauwe. Stel voor, ik moet Rainbow Friends in één kleur spelen. Welke kleur is dat dan? Hé, die gaat naar beneden. Er zat waarschijnlijk iemand in. Wacht eens even. Er zweeft daar een lampje. Oh nee, laat maar. Er zit iemand in. Eigenlijk zou deze troon ook best wel bij Huggy Wuggy passen. Laat Blue dat maar niet zien. Jij bent ook blauw, maar geen lampje. Heb ik trouwens een blauwe doos? Ja, deze hier. Oké, dus deze die mag ik gebruiken. Oh my gosh. Kan die me zien van hier? Gelukkig niet. Maar ik moet wel dezelfde kant op. En dan ziet hij me natuurlijk wel. Oké, laten we hierin gaan. Geen lampje, maar wel de kans om even een doos erbij te pakken. Als ik Rainbow Friends maar in één kleur zou mogen spelen, dan zou ik denk ik kiezen voor rood. Omdat in de volgende ronde moeten we de rode brandblussers hebben. Paars is me letterlijk een massage aan het geven. Oké, we hebben het gehaald. En de volgende challenge, ik zie er zo schattig uit daar, is dat ik elke verstopplek moet uittesten. Hier is een brandblusser. Oké, dit is verstopplek 1. Oh nee, dit is verstopplek 2 op het juiste moment. En als ik dan deze kant op loop, hebben we hier verstopplek nummer 3. En ik zit lekker. Doei, Blue. En mijn favoriet, wat niet een officiële verstopplek is, maar het werkt wel, is natuurlijk hier het nest van Geel. Perfecte verstopplek. Een verstopplek die veel mensen niet weten, dat is deze hier zo, onder de tafel. Laat ik deze even inleveren. Nou, deze kennen we natuurlijk allemaal al. Oh, nee. Ach ja, dat brengt me wel gelijk bij de volgende. Namelijk hieronder. Laat me met rust, Blue. De volgende is best wel makkelijk. Je wordt er namelijk ook afgezet door Geel, het springkasteel. En natuurlijk niet te vergeten, de wc. Ja, sorry, ik moet de hele tijd al. Oh, deze dude stilt al mijn brandblussers. Ook trouwens een hele goede plek. Deze moet ik hebben. Oh, nee. Dat is hier, achter de troon van Blue. Of op de troon van Blue. Hangt er dus een beetje vanaf waar hij staat. Maar meestal werkt erachter het beste. Zou het niet grappig zijn als je de brandblusser kon gebruiken? Ook een hele goede verstopplek is hieronder. En daar was ik net op tijd mee. Nu ik erop let, kom ik er trouwens achter. Hoe mega veel verstopplekken er zijn. Zoals bijvoorbeeld deze. Deze gebruik ik het meest. Oh my gosh, ben je serieus? Oh, we hebben groen, blauw, alle... Oh, oké. Wat is allemaal bij elkaar? Oh my gosh, dat meen je niet. Iemand heeft weer zitten glitchen. Helaas is deze challenge mij niet gelukt. Ik heb namelijk de laatste brandblusser. Oh, oh nee. Iemand is meegenomen. Ach, dat is fijn. Dan hoef ik mijn doos niet te gebruiken. Want ik ben namelijk nu net bij het einde. Oh, oef. Oh, wat? Nee! Hij is uit mijn hand geteleporteerd omdat ik er te lang over deed. Ach ja, er is wel een voordeel. Oeh, nu kan ik deze challenge misschien toch nog halen. Want hier heb je ook een hele goede verstopplek. Hier bij Purple heb je niet echt een verstopplek. Maar hier heb je er dan wel weer een. Namelijk hier zo onder het bureau. Ook al zie je hem wel. Oh nee. Kijk, dit is echt heel onhandig. Omdat ik deze brandblusser net te lang in mijn hand heb gehouden, kan ik hem nu niet meer meenemen. Oké, ik schrok deze keer echt. Nee, nee. Oh my gosh. Ik dacht even dat hij vast zat. Huggy Wuggy wordt letterlijk meegenomen. Oh my gosh, nee. Soms is een glitch niet handig. Oké, nice. Ik kan hem weer meenemen. Maar ben ik een verstopplek vergeten? Laat het weten in de reacties. En natuurlijk staat hij weer te zweven. Lang leven de glitch. Er is bijna niemand meer over. De challenge voor deze ronde is makkelijk, maar wel duur. Namelijk dat ik elke doos moet kopen. Dat is er 1. Dan moet ik deze nog halen. Dat is 2. Dan moet ik deze nog halen. Dat is 3. En dan moet ik zelfs deze nog halen. Dat is de laatste. Oké, ik heb ze weer allemaal. Een makkelijkere challenge, maar wel een duurdere. Waar ik trouwens meestal de meeste lookies vind, is altijd hier in het water. Er gaan namelijk verhalen dat lookies heel erg van zwemmen houden. Ik kan me letterlijk nog uitrekken. Geel is zo langzaam. Oké. Sorry Geel, ik heb geen tijd voor jou. Ik heb een missie te behalen. Oh, wat hoor ik nou? Oh nee. Waar?
Daar? Oh, man. Soms hoor je hem aankomen, maar zie je hem niet. Maar ik meen het serieus. Altijd als ik hier bij het water kijk, zijn er zoveel loekies. Soms ben ik daardoor al over de helft. En dan ben ik letterlijk niet eens veel verder geweest dan alleen dat. Als welke creepypasta moet ik nog meer spelen in Rainbow Friends? Reageer het hier beneden. Want we hebben Huggy Wuggy dus nu gehad. Misschien Kissy Missy? Welke doos heb ik nu eigenlijk? Oh! Die ziet er cool uit. Oké, kijk, dat bedoel ik. We hebben hier letterlijk de vijfde. En daar hebben we groen, die toevallig deze kant op komt. Geen tijd voor. Deze gooien we erin. En nu is het wel tijd om even een andere kant te checken. Waar ik ook vaak een lookie vind, dat is in... hier. In het dolhof van purple. En toevallig is die ook paars. Dat is nummer 6. Oké, wacht even. Oh, man. Zo komt dat hetzelfde liedje met jou, hè? Ach ja, ik heb wel zin in een vlucht. Ik moet alleen dus wel uitkijken dat ik mijn hoofd niet weerstoot. Want dit is waar het net fout ging. Oké, perfect. Volgens mij weet Blue waar ik zit. Maar dat is geen probleem. Waar zijn de lookies nou? Soms vind je ze gelijk. Serieus, deze dude zit de hele tijd in de doos. Ik denk al, waarom duurt het zo lang om alle lookies te verzamelen? Soms heb je geluk en speel je met spelers die supergoed meehelpen. Daar kan je echt binnen 20 minuten Rainbow Friends hebben uitgespeeld. Maar soms speel je met mensen die alleen maar in hun doos wachten tot jij al het werk doet. En het heeft mij bijna daardoor wel 40 minuten gekost. Echt super irritant. Volgens mij heeft Geel een speler gevangen. Volgens mij zie ik een lookie. Nu ik er eigenlijk over nadenk, Huggy Wuggy zou best wel een goede Rainbow Friend kunnen zijn. Nu is er natuurlijk al een blauwe Rainbow Friend. Namelijk blauw. En daar zul je hem hebben. Oh my gosh, ben je serieus? Wat? Kijk dan, dat is één rare lookie omdat ze allebei bij elkaar zitten. Oh, volgens mij... Blue? Dit is niet de eerste keer dat hij glitcht. Oké, moet heel snel zijn. Ach, perfect. Nou, hij komt eraan. Wat zal ik doen? Zal ik langs groen gaan? Snel dan maar. Kijk, dat is wat ik bedoel. Die speler daar zit zich alleen maar te verstoppen de hele tijd. Hij doet niks anders. Oh. Oké, zie ik zeggen toch. Op deze manier duurt het echt heel lang. Oh my gosh, gelukkig sta ik hier goed. Oké, kom op, nog twee. Oké, de laatste speler is gevonden. En ik heb alle twee de lookies op het oog. Ja, ik ben de laatste. Oké, één na laatste. Oh, daar is Geel. Hier was toch net de laatste lookie, of niet? Wat was die nou? Ah, kijk, hier is die. Perfect. Alleen waarschijnlijk is Geel daar nog, of niet soms. Geel is meestal heel onverwachts. Maar deze keer niet. Nou, ik ben de enige, dus ik kan dit stukje skippen. Maar nu hebben we de volgende challenge. Ik mag geen doos gebruiken. Heb jij nog een leuke challenge? Laat het dan in de reacties weten. Geen doos, maar wel een verstopplek gelukkig. Oh my gosh. Oké, ik ga snel. Oh, nee, nee. Oef, dat ging echt op het nippertje goed. Hier naar beneden. Hier heb ik nog suiker. Ach, het nadeel is nu dat ik het dus echt helemaal alleen doe. En het is heel verleidelijk om de doos te pakken. Maar dat is dus niet toegestaan. Hier ligt geen suiker. Vaak ligt er hier wel één. Ook niet. Hierachter misschien? Ja, hierachter. Nice. Het is best wel handig als je een soort van radar zou hebben die aangeeft waar je het suiker kunt vinden. Oh, nee. Snel, 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 snel. Oh, nee. Oh. Zo verleidelijk om nu de doos te pakken. Maar in plaats daarvan pak ik suiker. Kom dan. Helaas. Volgens mij heb ik hier net suiker zien liggen. Ja. Ik heb er nog maar 2 pakken nodig. Soms ligt er... Oh my gosh. Ah, ben je serieus? Ik wil de doos gebruiken. Kijk, dit is super irritant. Want nu ben ik dus weer in de buurt van paars. Maar Geel zit ook nog ergens achter me aan. En ik hoor Blue volgens mij. Dat is het nadeel van alleen zijn. De Rainbow Friends kunnen alleen maar op jou letten. Oh my gosh. En dat doet hij hoor. Als Cyan hier nu is, heb ik echt een probleem. Oké, laat me deze in ieder geval inleveren. Perfect. Nu weet ik bijna zeker dat er hier nog eentje ligt. Dat dacht ik wel. Ik ben zo gewend dat als ik hier inga dat ik een doos gebruik. Maar dat mag dus niet. Maar dit is wel een heel goed dolhof om Blue van je weg te krijgen. Oké, dit is officieel het laatste pak met... Nee, het ene laatste pak met suiker. Oh, waar is die laatste? Jij bent geen pak met suiker. Ik weet trouwens niet of dit ook een verstopplek is. Ik denk het wel. Is jullie dit trouwens al opgevallen? Zijn dat ogen? Ik zie Blue daar letterlijk lopen in de verte. Dus ik weet dat ik hier zo snel mogelijk weg moet. Kan ik vanaf hier het laatste pak zien liggen? Ik zie alleen Geel. Oh, ik zag het laatste pak. Ik vind groen soms gewoon een beetje schattig. Omdat hij eigenlijk nooit door heeft waar je bent. Tenzij je geluid maakt natuurlijk. Als ik nou een klein beetje geluk heb en Cyan die staat niet ineens klaar om op te eten, kan ik het laatste pak met suiker inleveren. En waarschijnlijk is dit de eerste keer voor Huggy Wuggy dat hij de achtbaan ingaat. We zijn vertrokken. Eigenlijk was het wel leuk geweest als we nu Kissy Missy achter ons hadden. Hoeveel lookies denken jullie dat er in dat wagentje zit daar? Raad het in de reacties. Maar hey, ik ben Huggy Wuggy. Ik ben een creepypasta. Ik ben nergens bang voor. Oké, ik ga er toch maar vandoor. Voorzichtig, de deur is open. Ik geef hem een klein beetje de tijd. Oké, en nu ga ik. Oké, hier naartoe. Rechts afslaan. Bestemming bereikt. De maag van Cyan. Oké, dat moet ik niet zeggen. Hallo, groen. Oh my gosh. Let's go. Het was gezellig. Je bent mijn beste vriend nu. Let's go. Nee, ik ben nog niet moe.